Het is echt zo echt. Ik zal hem even afdoen. Nou, wil je dat? Ja. Ja. Hoi hoi, leuk dat je weer naar mijn video kijkt. Ik ga je vandaag meenemen naar Irma. Irma is een super lieve vrouw met een heftig verhaal. Zij kon namelijk niet meer aan het werk komen na haar ongeval door haar littekens. Ik moet echt een flink end rijden, want het is namelijk helemaal Heerenveen. Maar ik kan natuurlijk niet aankomen zonder bosje bloemen, dus die ga ik nu eerst eventjes halen. Oké. Ik stap nu in. En als ik zo doe, ben ik in Heerenveen. Tadaa! Hey, kijk eens! Binnenkom uit de kou. Yes, hoi, leuk jullie te zien. Gezellig. Het past wel bij ons hoor. Mijn man houdt nogal van kerst. Oké, heel goed. Super fijn Irma dat ik hier bij jou op de bank mag zitten. Dank je. En dat jij je verhaal met ons wil delen. Kun je ons daarin meenemen? Ja, nou ik heb in 2004 heb ik een auto-ongeluk gehad. Ik stond als laatste in de file en de vrachtwagen heeft de file niet gezien. Die knalde op de auto en daardoor is de auto in brand gevlogen. Heftig. Zag je het gebeuren? Zag je de auto? Nee, ik heb er geen weet van. Okay. Nee, ik heb nog wel een voor de tijd weet en na de tijd weet, maar ik heb geen weet van de impact zelf. Nou ja, misschien ook wel fijner. Ja, ik kwam pas bij na één van mijn operaties in het ziekenhuis. Ik ben eerst naar een streekziekenhuis gebracht. Ja. En vanuit daar ben ik naar een brandwondcentrum gebracht in Groningen. Oké. Okay. Je bent uit de auto gehaald. Ja. En toen bleek het dat je ernstige brandwonden had. Ja. Waar zitten die littekens? Want als ik jou zo zie, nou ja. Ja, het enige wat echt overduidelijk zichtbaar is, dat zijn mijn handen. Ja. Hè, dus als je bij een kassa komt of zo, of je hey, dit wilt het aanreiken, ja, of je krijgt het aanreiken, dan kijken mensen direct van, oh, wat is er met je handen? Ja. Voor de rest draag ik een heel mooi haarwerk, daar ben ik heel blij mee. En ik heb hier dus een kunstoor. Ja, het is van siliconen gemaakt. Het is een exacte kopie van mijn rechteroor. Yes, ja, met je oor wel inderdaad. Maar hij is natuurlijk gespiegeld. Ja, het is echt zo echt. Het is zo mooi. Ik zal het hem even afdoen. Nou, wil je dat? Ja. Nou, geef ik denk nou. Kijk, dan zeg ik zo, en dan zeg ik zo, wat hoor ik nu? Marjorie is van mij op bezoek. Oh! Bizar dit. Ja. Jeetje, Irma. Kijk, en dan kun je wel zien, het is een exacte kopie. Dezelfde, ja, precies. Het klinkt heel gek. Er zit zelfs een moedervlekje van mijn rechteroor. Zit in mijn linkeroor. Nou ja, ongelooflijk. Ja. Nou, misschien hebben we wat van mij. Nou, heb ik ook hele gekke oren. Zou ik hem even bij je voordoen? Oh ja, precies. Ik had allemaal andere oren. Ja. Ik hou hem er even voor. Kijk, nou wie weet. Nou ja, het valt echt sowieso gewoon niet op. Bij haar ook echt prachtig zitten. Dank je wel. Mag ik vragen, hoe ga je om met je littekens, met het ongeluk? Hoe heb je dat verwerkt? Heb je het überhaupt verwerkt, kun je dat zeggen? Ik ben er gewoon heel druk mee bezig geweest. Ik heb ook cursus gevolgd en ik heb ook cursus verder met littekens gevolgd. Waarbij ook wel echt heeft geholpen. Want ja, in het begin, je kunt niks meer. Tenminste, ik kon echt niks meer. Ik kon niet meer lopen. Ik kon niks meer vasthouden. Nee. Dus ik voelde me niks meer. Nee. En dat is heel moeilijk. Toen ik uit het ziekenhuis kwam en naar de revalidatie ging, had ik zoiets van, oké, nou ga ik alles weer leren wat ik voor het ongeluk ook kon. Ja. Ja, en dat is dus niet waar. Dat viel tegen, ja. Ja, ik ben vaak nog met mijn neus op de feiten gedrukt van, ja, maar dat gaat niet meer. Nee. En dat is dan heel moeilijk, want jij, je moet van jezelf heel veel, maar niet alles kan. Nee. Dus ja, wat ik het moeilijkste vond, was hulp vragen. Ja, als je gewend bent alles zelf te kunnen doen en dan één keer, heb je dat inmiddels wel geleerd dat je denkt, oh ja, daar heb ik nu minder moeite mee, of is het nog steeds? Het is nog steeds. Ja. En het is nog steeds, kijk, ik weet als ik sommige dingen doe, bijvoorbeeld in de tuin werken of dingen snoeien, of, dan weet ik gewoon dat ik dagen erna nog last heb. Ja, precies. Dus maar dan kan je beter lekker uit handen geven. Ja, dat kan ik beter wel, maar ik doe het liever zelf. Ja, ja. Ik vind de kleur heel mooi. Ja. Ook, bij jou natuurlijk ook al echt een lange tijd geleden. Ja, plus bijvoorbeeld hier op dit stuk zijn dus volledig huidtransplantaten. En ik heb geluk dat mijn pigment uit mijn donorhuid mezelf goed kleurt.
Okay, ja. Maar ook daarna dat het heel goed kleurt, want in de zomer draag ik meestal toch wel weer handschoenen. Oh ja? En dan worden mijn handen helemaal zwart-bruin. Oh, zo erg zelfs. Oh, bizar. Dus dan valt het juist weer meer op. Ja, inderdaad. Ja. En dan doe ik mijn fietshandschoentjes aan en dan valt het weer. Geen bruine handen willen. Nee. Het is nu 18 jaar geleden. Ja. Het heeft je niet alleen maar littekens gegeven, maar het heeft je ook erg belemmerd in de rest van je zijn. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Sporten wat ik deed, het basketballen, ja sorry, dat gaat hier niet meer lukken, dus dat was niet leuk. Want dat deed ik best wel fanatiek, voor mezelf dan. Ik werkte destijds niet. Nee. En mijn werk die ik voor het ongeluk deed, die kon ik niet meer doen met mijn handen. Laboratoriumwerk. Ja, dat gaat niet lukken. Nee. En dan moet je gaan kijken van wat kan ik dan wel? Ja. En dat wordt dan een zoektocht. En in die zoektocht moet je dus echt heel erg kijken wat zijn dan mijn beperkingen. Maar met werk moet je dus ook gaan kijken gewoon wat voor werk kun je nog gaan doen? Ja. En hoeveel energie heb je daarvoor? Want het vraagt ook energie, hè, werken. En je energie, ja, dat heb ik al vaker gehoord dat juist mensen met littekens, brandwonden heel erg beperkt zijn in hun energie. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat ik altijd uitleg aan mensen is, je huid is een orgaan en mijn orgaan is beschadigd en die blijft beschadigd. Het zijn mijn littekens geworden, maar ja, en die neemt extra energie. Jij helpt nu mensen met brandwonden. Ja. Ben jij het eerste contactpersoon ervoor om hun te helpen met de struggle die jij gehad hebt, ja, voor hun te vertalen naar de juiste weg? We hebben bij het samenbouwen aan participatie, bij het project. Samenbouwen aan participatie, ja. Bij het project hebben wij dus mensen geïnterviewd en een vragenlijst uitgegaan naar lotgenoten. En die hebben ze ingevuld en hebben ze hun eigen terugkeer naar werk beschreven van goh, waar ben jij tegenaan gelopen? Ja. En die ervaringen hebben we allemaal samengevoegd. Ja. En die samengevoeging kwam dus een fact sheet uit. En daar staan dus de feiten in. Ja. Van mensen met brandwonden, waar zij tegenaan lopen. Ja. En die kun je dus gebruiken met je gesprek naar je werkgever of met een arbo-arts. Dankjewel Irma voor je mooie verhaal en het delen en je hulp. Want dit is waar mensen iets aan hebben. Nou, ik hoop echt dat mensen hier iets aan hebben. Want ja, hier krijg ik energie van. Ja. Mensen helpen. Heel goed. Ook al vind ik het moeilijk om zelf hulp te vragen. Super bedankt voor het kijken naar deze video. En wij weten dat de kerst eraan komt. Dus wij wensen jullie gewoon hele fijne feestdagen toe. En een heel goed nieuwjaar. Ik heb volgens mij niks te veel gezegd. Irma, super lieve vrouw. Blij dat ze zo met ons haar verhaal wilde delen. Wat mij zo raakte was dat Irma net zei, mensen met brandwonden willen vaak wel fulltime werken, maar hun lichaam kan maar parttime aan. Als jullie vragen hebben, laat het eventjes weten hier via het onderstaande e-mailadres. En jullie bedankt voor het kijken naar deze video. Doei doei!